We zijn hier in het atelier van Theo de Feiter, in het kader van zijn tentoonstelling The Return of Jasman in Galerie 68. En ik zou hem graag wat vragen willen stellen over het hoe en wat van Jasman. Theo, om te beginnen zou ik willen weten hoe de figuur Jasman ontstaan is, waar hij vandaan komt. Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Het is ontstaan in een tijd dat ik nogal moeizaam schilderde. En ik zocht een figuur die dat als het ware dus voor mij zou doen. Hij is ook schilder. Oké. Dus dat is het begin. Je hebt een alter ego. Nee, zo beschouw ik het eigenlijk niet. Want het is moeilijk om hem te duiden, maar ik vergelijk het meer met een soort romanfiguur. Zoals een schrijver een romanfiguur ontwerpt, die natuurlijk ook trekken van hemzelf heeft. Heeft die figuur ook trekken van andere mensen of van helemaal niemand, gewoon bedacht. Dus hij doet heel veel dingen die ik eigenlijk zelf nooit zou doen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld hofschilder zijn voor Bashar al-Assad in Syrië. Uh-huh. Dat zou ik bijvoorbeeld nooit doen. Maar hij wel. Of bijvoorbeeld een beetje met zich laten sollen. Doe ik ook wel, maar hij veel meer. Dus er zijn ook scènes waarin hij zich laat gebruiken als levende kanonskogel en zich laat afschieten. Vind ik nogal ver gaan eigenlijk. Heb je dat geschilderd? Ja, en gefotografeerd. Okay. Ja. Dus ja, dat zijn toch dingen die... Maar is hij een afsplitsing van jouzelf? Ja. Of is je dat geworden in de loop der jaren? Want hoe lang schilder je hem al? Nou, bij vlagen is het gegaan. Het is de eerste jasmannen die zijn al in de loop van de jaren 70. 40 jaar geleden. Ja, dat is lang geleden. En en toen ik eindelijk ook weer zelf kon gaan schilderen, verloor hij een beetje zijn functie. Want wat ik hem als opdracht gaf, dat deed ik nu zelf. Dus toen raakte hij op de achtergrond. Maar hoe bedoel je? Toen ik zelf weer kon gaan schilderen? Nou ja, hij is het ontstaan in een periode dat ik een beetje in de schilderscrisis zat. Okay. Een soort schildersblok. Zoals je een writersblok hebt, zo had ik een schildersblok. En dat heeft hij voor mij opgelost. Ja, een soort katalysator. Toen dat opgelost was, toen ik weer aan het schilderen was, toen verloor hij natuurlijk een beetje zijn functie. Ja. Maar hij is wel altijd blijven bestaan, blijkbaar. Want het is toch weer in een andere setting, heeft hij toch weer een functie gekregen. Ja. Maar slaat daar ook de naam van The Return op Jasman? Dat hij ja, terugkeert. Precies. The Return is omdat hij natuurlijk al er was en toen, laten we maar zeggen, een slapend bestaan leiden, zoals hij nu ook slaapt, maar om een andere reden. Maar heeft hij tientallen jaren lang geslapen, slapend bestaan geleid. En daar heb ik hem weer uitgewekt. Is hij teruggekeerd omdat hij deel uitmaakt van je oeuvre, je studieopstelling? Met de andere poppen bedoel ik? Ja, dat was vroeger ook al zo. Dus er waren ook altijd wel andere figuren bij. Maar dat is wel enorm toegenomen. En hij betreedt nu paden die ik eigenlijk zelf niet kan betreden. En dat is, ik denk dat, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat de reden is dat hij weer bestaat. Dat hij als het ware dingen kan onderzoeken waar ik zelf nooit... niet zou durven ook soms. Maar er zit wel iets schizofreens in, want je zegt hij kan ook schilderen voor Bashar al-Assad. Ja. Jij hebt heel veel zelf in Syrië geschilderd. Hij is, dat is de vijand eigenlijk, hè? Ja. Dus een afsplitsing van jou schildert voor de vijand. En een van de andere poppen in jouw atelier is ook Bashar, toch? Ja, ook is ook Bashar. Ja, ik kom heel veel in Syrië, dus dat houdt me erg bezig. En dus hem ook. Maar hij doet daar dan toch weer andere dingen. Dus ja, ik krijg wel eens het verwijt van dat ik een soort fellow traveler ben. Dus
Dat ik... Via Jasman dan? Nou ja, hij doet eigenlijk echt de dingen die een fellow traveler zou doen. Dus hij laat zich dan daarvoor gebruiken. Maar dat wil zeggen, hij, wat hij erover denkt, denkt hij erover. Maar in elk geval zwijgt hij erover. En ik begeef me helemaal niet in die richting eigenlijk. Ja. Maar hoe levend is hij dan voor jou? Hoe concreet? Sorry? Hoe levend en concreet? Want je praat over hem als een... Ja, hij is toch wel moet, echt een levende en bestaande figuur voor mij. Omdat hij... Ja, hij doet toch wel heel veel dingen die ik erg interessant vind. ja. Dus ik vind het wel een fenomeen. Maar doet je dat in jouw eigen kunstwerk of in jouw hoofd? Of doet je dat nee, echt in die kunstwerken. Niet zozeer in mijn hoofd. Hmm. Dus ik op die manier denk ik helemaal nooit over hem na. Dus het komt tot leven als ik schilder en als ik die poppen maak. Want in je meest actuele werk... Heeft hij inmiddels een mondkapje op? Ja, ja, natuurlijk. Zij is in quarantaine natuurlijk ook geweest. En, dat is die hele coronacrisis bood zich een beetje aan om daar ook op te reageren. Ja. En daar is hij ook wel erg mee bezig. En ik ook natuurlijk. Dus, maar ja, ik zat niet in quarantaine en hij wel. Dus dat is toch weer een verschil. Je hebt in de loop van 40 jaar heel vaak geschilderd. Ja, je had een grote tentoonstelling vorig jaar in Alkmaar. Ja. Daar hingen honderden jasmannen. Ik zag ook dat op de schilderij, een oude foto volgens mij nog. Ja. En ja. Want met wat voor techniek heb je hem allemaal gestalte gegeven? Heel veel verschillende technieken. En dat is ook het aantrekkelijke van zo'n figuur. Dat je in heel veel verschillende stijlen en technieken kunt werken. Omdat het allemaal een grote gemene deler heeft, als het ware. En dat is die jasmanfiguur. Dus ik maak foto's en fotocollages en beschilderde foto's en geënsceneerde foto's en tekeningen en washes, olieverven, objecten dus ook eigenlijk. En die poppen zelf, hoewel die eigenlijk uitsluitend voor de tekening en de foto gemaakt zijn, want het hangt de jasmanfiguur zelf niet, want die is wel tamelijk degelijk gemaakt, maar alle andere figuren, dat hangt gewoon van spelden en paperclips aan elkaar, dus dat bestaat voor de foto. Het zijn echte props. Ja, dat is al. En waar die jas eigenlijk, de oerjas, waar komt die vandaan? Die komt uit een, uit een dumpzaak, geloof ik, in Alkmaar. Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies. Maar... Want zonder jas geen jasman? Nee, zonder jas geen jasman. Hij is die jas, echt. Maar wat gebeurt er als je de hoed van jasman afdoet? Nou, hij neemt wel verschillende gedaantes aan. Dus die hoed, dat kan ook iets anders zijn. Maar die jas kan niet iets anders zijn. Dus hij is die, daarom heet hij ook zo. Het is een man met een jas. En dat is hij dan ook. Dus zonder jas is hij er niet. Dus hij heeft wel een gezicht... Maar heel rudimentair, het is echt bijna alleen maar een neus eigenlijk. Ja. In de eerste versie was het eigenlijk alleen nog maar een leren jas met een plank erin gestoken waar ik een gezicht op getekend had. Was het is het dus... ook omdat, zodat iedereen zich ermee kan identificeren? Zo'n alkaliek idee? Ja, niet zo bewust als jij het nu zegt eigenlijk, maar... En misschien ook wel niet, maar zo'n leren jas heeft een bepaalde uitstraling. Ik weet eigenlijk niet of iedereen zich daarmee kan identificeren. Maar het roept wel, merk ik, altijd heel erg sterke associaties op. Ik heb een keer in de eerste periode dat ik er maakte een tentoonstelling gehad. Daar had ik ook een object met een echte leren jas. Dus eigenlijk had ik hem als een soort relief gemaakt met een leren jas en die houten plank. En toen kwam er iemand binnen en die bleef heel lang voor dat object staan. En die vertelde toen dat ze heel sterk moest denken aan een ervaring uit haar jeugd. Dat ze over het strand liep en daar een aangespoelde, dat was in de oorlog, een aangespoelde vliegenier. Die lag daar in het zand, die was aangespoeld. Die was dus met zijn vliegtuig in zee gestort. En die had net zo'n leren jas aan. Dat is een hele heftige associatie natuurlijk, als je dat hebt. Zeker. Maar
voor de meeste mensen is het eigenlijk een beetje... De meeste mensen hebben een associatie van een soort harnas. Dus die hebben een associatie eigenlijk van iets afwerends. In plaats van uitnodigend. Ja, ja. Maar het is allemaal niet bewust bedoeld, maar dat zijn wel... En heeft Jasper nog een toekomst? Ja, nou en of. Zou zien, kun je daar iets over zeggen? Huh? Kun je een tipje... Nou ja, er zijn telkens nieuwe projecten eigenlijk onder het werk. Je komt van het een op het ander, maar dat zal voor elke kunstenaar hetzelfde zijn waar je dan ook mee bezig bent eigenlijk. Maar dat is bij hem ook zo. Dus nu ben ik bezig met een project te ontwerpen, de Droom van Jasman moet dat heten. Gebaseerd op een schilderij van een Spaanse schilder, de Pereda. De droom van de El Sueño del Caballero heet dat. En dat is een vanitas schilderij. En nou wil ik dus een groot ding maken dat daarop gebaseerd is, maar niet per se. Deze liggende pose, die komt uit dat schilderij? Dit is gekopieerd van van dat schilderij, die houding. Ja, die vond ik erg mooi. Okay, dus dit is eigenlijk het beeld van de toekomst? Wat hier tussen ons in staat. Ja. De toekomst van Jasman. Slapend. In het vervolg droomt hij alles. Alles wat hij meemaakt, droomt hij.